Een van de eerste oefeningen die je kunt doen is om te beginnen met je training, is een soort van voorspanning creëren. Wij doen dat heel veel vanuit Pilates. En eigenlijk is dat niet zwaar, maar het gaat vooral om controle. En die controle wil je dat je eigenlijk vanuit je buik gaat werken. Daarin trek je je navel in. Leg je hoofd, probeer je zo ontspannen mogelijk neer te leggen. Daar heb ik altijd moeite mee. Het enige wat je doet is eigenlijk je voet optillen en weer neerzetten. Zonder dat je enige heupbeweging hebt. Nou, voor lopers is het belangrijk dat je ook nog even je tenen eigenlijk omhoog houdt. Want dat gebruik je ook bij de reactieve landing tijdens het lopen. Dus zoveel mogelijk eigenlijk, dat noemen ze dorsal flexie. Je voet in dorsal flexie houden. En dit is eigenlijk de eerste oefening. Het ziet er niet zwaar uit. Is het ook niet heel erg, maar het is puur vanuit de controle. En je ziet eigenlijk dat ik hier, of als ik me voel, dat je heel veel spanning moet vasthouden. Zonder dat je heup dus gaat draaien. Je ziet heel veel dat, hup, dan zak je weg in je heup. Nee, net als bij het lopen, spanning op die buikspier houden. En dan pak je echt de diepe buikspier. Vanuit hier kun je de oefening dus gaan verder doorbouwen. Dus heb je dat een aantal keren gedaan, dan doe ik het meestal eigenlijk gewoon wel 30 keer. Nou, dat is de eerste. Dan bouw je op naar 2. En 2 is eigenlijk dat je je voet bovenaan vasthoudt. Die wordt wat zwaarder. En je hoeft niet per se je rug tegen de grond aan te duwen of je bekken heel erg te kantelen. Want zo loop je ook niet. Je loopt ook niet helemaal met een vlakke rug. Je hebt altijd wel iets bolling in je rug. Dus hou gewoon je wervel neutraal. Zonder dat je heel erg dat gaat doen. Dat je hebt heel veel oefeningen dat mensen zeggen, je moet je rug tegen de grond aan doen. Nee, laat dan gewoon lekker neutraal. En dan hou je hem hier vast. Ook weer zo min mogelijk beweging in je romp. En dan hou je hem even vast. Zo keer. Dus dat is 2. Vanuit 2 is eigenlijk bouw je hem weer op. Heb je weer de basispositie, navel goed in. Dan strek je hem uit. Dus dan wordt hij weer wat zwaarder. Dan zet je eigenlijk, strek je je been. Doe je 2 om 2 bijvoorbeeld, hè? Navel goed intrekken. Dus ik leg altijd mijn hand veel op mijn buik neer. Want ik merk altijd dat mijn buik naar boven gaat. En dan zie je ook dat mijn hele holle rug krijgt, te hol. Dus als ik mijn navel intrek, dan heb ik eigenlijk een hele mooie rug. En dan hou je hem zo vast. Dat was lastig. Je houdt eigenlijk constant die buik gespannen. Oké? Heb je dat gedaan? Dus is 3. Ga je naar 4. En 4 is alles zwaarste. Dus daarom moet je hem ook opbouwen. Is je handen zet je tegen je knieën aan. Dan leg je hoofd weer ontspannen neer. En dan ga je diagonaal. Links en rechterarm. Dus linkerbeen. Rechterarm. En blaas even goed uit. Inademen. Navel in. Ik check eigenlijk elke keer mezelf dat ik mijn hand gewoon even hier neerzet, dat ik weet, oké, die basispositie, die is goed. En dit is eigenlijk de zwaarste. Dus dat is de eerste serie die je kunt doen. Een vervolg hier mooi op is eigenlijk dat je vanuit hieruit gaat werken naar een brug. Nou, je ziet heel veel mensen doen die brug, hè, gaan ze omhoog. En je probeert dat je het bruggetje wat meer met een bekkenkanteling doet. Zodat je ook leert tijdens het lopen, dat als je loopt, dat je niet veel in die holle rug loopt. Hè, dus je gaat hangen in je rug. Dat je iets leert je bekken te kantelen. Dat was met net die oefening eigenlijk ook, dat je bekken kantelt. Dat je ook goed die houding recht hebt. Die kanteling, die kun je dus heel mooi oefenen. En zodat je die bilspanning creëert door de volgende oefening. Dus je ligt eigenlijk gewoon normaal weer in een neutrale houding. Zodat je hoofd goed ligt. Dus ik doe nog wel eens een handdoekje onder mijn hoofd. En dan ga je eigenlijk kantelen. Omhoog en dan ga je weer werveltje voor werveltje, navel in, trek je ook weer puur controle. Dus ik trek hem nu echt aan, diepe buikspier en weer terug. Dan ga je weer uit, niet te ver, niet overdreven, je moet dat doen tot hier ongeveer en dan ga je weer kantelen. Om het zwaar te maken en iets meer naar je hamstrings te voelen, kun je je tenen omhoog trekken. En hetzelfde doen, dan pak ik iets meer spanning
met mijn hamstring naar controleren of je je billen goed hebt aangespannen. Dat moet beton zijn. En dan je kantelen. En dat doe je ook weer. Een aantal keer, 15 keer of zo. Oké? Dan kun je van het hieruit de omhoog komen. En dat omhoog komen gaat ook weer wervel voor wervel. Ook weer van die controle. En dat is eigenlijk gewoon rustig uitvoeren. Je gaat omhoog, 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 omhoog. Navel in, hup. Je strekt uit en naar beneden ook weer dezelfde weg. Bij dezelfde weg terug. En het is lastig, want ik merk dat mijn voeten naar omhoog willen gaan. Dus echt vanuit die buik werken. Als je goed je buik aanspant, haal je minder uit je heffers. Nou, dan kun je ook de knietje vrij maken. Kun je ook doen zo. Kun je hup. Van het knietje wrijf, glimmen je knie ook nog mooi. Zo. En eigenlijk doet die reeks vaak helemaal achter elkaar. Heb je dit een aantal keren gedaan, vanuit hier, kun je je voeten nog helemaal neerleggen, helemaal uitstrekken. Dit is ook een hele moeilijke oefening, dat je niet te veel vanuit je heffers haalt. Dus je moet eigenlijk oppassen dat je niet te veel hierop aanspant, maar echt vanuit je buik gaat halen. En het helpt om je hielen naar buiten te doen. Nou, ik kan hem nog niet helemaal goed controleren. Je ziet ook dat je best wel je benen meetrekt. Je spant hem altijd wel iets aan, ook weer wervel voor wervel. Uitblazen. Omhoog. En dan kom je weer rechtaf. Dus echt weer die controle. Dat je leert om wervel voor wervel neer te leggen. Tot de basis. En ook weer wervel voor wervel. Het is heel belangrijk dus echt om die navel constant in te trekken. Dus echt die dieper liggende buikspieren pakt. Nou, dat is eigenlijk de eerste reeks.